Met z'n allen trots op zijn. En wij zijn als ontwikkelingscombinatie erg trots. We vonden het een feestje om hier aan te mogen werken. En trots dat het uiteindelijk zo'n succes is geworden. Ik dank u. Voor de... Belofte maakt schuld. En wij hebben lang geleden een belofte gedaan dat wij de wijk en wij, dat is wonen Breedburg en de gemeente, hebben afgesproken dat we de wijk van Heuvel een enorme push moesten geven. Een impuls. En dat hebben we ook gedaan. Vandaag is bijna het sluitstuk van de realisatie van de herstructurering, van de herontwikkeling van de wijk Heuvel. Want dat betekent dat je ook heel veel geloof hebt dat het hier een succes gaat worden. Nou, dat geloof heb ik al jaren. Dat had MBU ook al jaren. Dat had de gemeente ook al jaren. Maar de winkeliers nu dus ook. Een groot compliment dus. En ik wens iedereen je, behalve heel veel huurgenot, ook heel veel winkelplezier. Dank jullie wel. En toen ik hier naartoe kwam, dacht ik, Breda is ook wel een beetje de stad van de pleinen. En we staan hier natuurlijk op een prachtig plein, nieuw plein, gerenoveerd, helemaal vernieuwd. Maar hier verderop hebben we natuurlijk ook het Edisonplein, pas nog een tijdje geleden alweer opgeknapt. We hebben het Nolensplein, waar we druk bezig zijn geweest en nog bezig zijn met de winkeliers. Om daar iets moois van te maken met het Huis van de Heuvel. Het Ingehoesplein, iets verderop, wordt opgeknapt. Eindelijk, na lange jaren voorbereiding, gaan we ook iets moois van maken. Het Struikenplein hier en binnenkort natuurlijk ook ergens in Breda het Nelson Mandelaplein.